Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. Wat spannend! We staan hier vandaag bij kapitein Bruinbaard, want ik dacht dat is wel een keer een mooie plek om de video te beginnen. In de vorige aflevering heb ik daar een prachtige waterval gebouwd. Heb ik dat? Nee, dat is niet waar. Dat is een hele grote leugen. Ik heb in de vorige aflevering het schedeleiland in de verte gebouwd. Maar waarom we hier staan, jongens, is één heel simpel dingetje. Het is tijd om kapitein Bruinbaard en mijn basis daar in de verte even wat meer aan elkaar te linken. Kapitein Bruinbaard hoort natuurlijk bij het piratenleven en nu moet ik altijd helemaal omlopen om naar mijn basis te gaan. Maar ik wil eigenlijk gewoon hier een pad hebben die en naar de schatkist van kapitein Bruinbaard gaat en hier naar rechts gaat. Want als het goed is, zoals je kan zien, heb ik hier een pad die nog eventjes verder moet. Laten we eerst even slapen. Maar dit pad hier moet nog even verder gemaakt worden. Dan wil ik hier de berg nog een beetje iets platter maken. En waarschijnlijk of een huis of een farm bouwen. Dan wil ik hier een soort steigerachtige pier bouwen. Niet met streepjes over het water zo, maar gewoon een houten pier. Dan wil ik dit gras hier wil ik even mooier maken. Dan wil ik een pad zo eroverheen laten lopen. En dan het pad daarheen en daarheen. En dan ruimte maken voor huisjes. Ik denk nog niet de huisjes zelf bouwen. Want ik wil dat jullie in de reacties heel veel ideeën gaan achterlaten voor huisjes. Misschien een blacksmith huisje, een vissershuisje. Verzin. Ik heb gewoon even ideeën nodig. Wat voor nut moeten sommige huisjes gaan hebben? Maar goed, vanadat ik hier begon, dan kon ik dat even uitleggen aan jullie. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, is er één klein dingetje waar ik helaas mezelf mee bezig moet houden. En dat is dit boekje. Het heet OOO. OOO by Korfbal Char. Jongens, ik ben buiten de opnames om even wat hout gaan hakken voor mijn houtwinkel. Maar toen ben ik van mijn computer weggelopen. En toen ben ik dood gegaan. En toen lagen mijn spullen letterlijk klaar om te despannen. Vervolgens hebben Char en Joris mijn spulletjes gered. Zodat ze niet gingen despannen. Maar hebben ze dit boekje achtergelaten. Oi piraat. OOO. Als je denkt een rustige avond te hebben, blijkt dat je Minecraft nog aanstaat. Deze actie heeft gigantische consequenties. Zo is Char bijna dood gegaan aan een zombie met jouw armor en axe. Toen leefde mijn axe nog, jongens, tegen die tijd. Maar gelukkig kon de zombie niet op tegen dit elfje. Toch fijn dat wij toevallig even langsliepen. Je krijgt je armor en spullen zonder speurtocht terug dit keer. Maar onder één andere voorwaarde. Dus ik heb mijn spullen teruggekregen van ze, omdat ik dood was gegaan. Maar ik moet er wel iets voor terug doen. Speel deze en de volgende aflevering met je Minecraft op Pirate Speak. En dan moet ik dit instellen. Succes, groetjes Joris en Char. PS, volgende keer een speurtocht. Ongelooflijk. Oftewel, ik moet naar Options, naar Language. En dan moet ik mijn taal van mijn game aanpassen naar Pirate Speak. Oh jee. Oh, nu heet alles anders. Plundered. Returned the divide. Oh jee, jongens. Een pickaxe heet nu Blackbeard's pickaxe. Oh, ik dacht, maar wij hebben Bruinbaard. Wij hebben helemaal geen Blackbeard. Hatchet O Diamond. Oh jee, jongens. Oh, alles heeft ook gewoon Brown Bunk. Alles heeft in één keer een piratennaam. Oh jee, ik moet de hele aflevering moet ik met deze namen moet ik gaan spelen. Dat is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, dat kan ik. Daar ben ik heel goed in, jongens. Eén hele aflevering. Hier moet ik trouwens nog slaps plaatsen. Eén hele aflevering moet ik gewoon met deze piratentaal. Dat vind ik helemaal prima. Dat gaat me lukken. In ieder geval, ik ben Char en Joris enorm dankbaar dat ze mijn spulletjes hebben opgepakt toen ik doodging. Ik was gewoon van mijn computer weg. Ik was naar beneden gelopen. Ik was gewoon weg, maar ik was vergeten uit te loggen. Dus ik was dood. En al mijn spulletjes zouden despannen en weg zijn als zij ze niet hadden opgepakt. Dus het is wel zo respectvol om dit gewoon te. Oeh, trouwens, deze wheat heb ik nodig voor mijn farm zo meteen. Ik wil namelijk waarschijnlijk een extra farm bouwen. Niet om uiteindelijk voor eten of zo, maar gewoon voor de sieren. Maar dan heb ik wel nog meer wheat nodig. Maar ik ben ze enorm dankbaar voor de redding van mijn spulletjes. Maar goed, jongens, zoals gewoonlijk heb ik alle spulletjes alweer voorbereid. Zodat we lekker zo snel mogelijk kunnen beginnen met de eerste timelapse van deze aflevering. Blijft een van de leukste dingen om te doen in Minecraft is gewoon lekker dingen bouwen en dat dan timelapse en dat dan super snel terug te zien. Dat blijft zo satisfying altijd. Dus ik denk en ik weet bijna zeker dat ik nog geen huisjes ga bouwen deze aflevering. Maar wel echt gewoon de funderingen voor de huisjes. Dus echt het pad erheen. Misschien paden waar, om de plekken waar huisjes komen. Even dat gat daar een keertje opvullen. Dat het gras gewoon zo netjes doorloopt. Want dit ziet er natuurlijk niet uit. Nee, dit gaat helemaal goed komen. Dus veel plezier met kijken naar de eerste timelapse van deze aflevering. Klik nu even op die abonneerknop. Anders start de timelapse niet. Ja? Je bent geabonneerd? Ja? Let's go! We'll be right back.
jongens, daar zijn we weer na een prachtige timelapse. En ik ben best wel blij met het resultaat. Zoals ik al eerder zei, ben ik niet huizen gaan bouwen, maar wel de funderingen voor heel veel nieuws. Dus laten we heel even die kant op lopen. Dan moeten we hier het pad onder de waterval doorlopen. En dan ongeveer vanaf, denk ik, de kanon is... Nou, trouwens, vanaf dit punt hier is alles nieuw. We hebben hier ten eerste... Er staat daar een varken. Hallo, lief varkentje. We hebben hier ten eerste een leuke farm gebouwd. Zoals ik al zei, ik wil waarschijnlijk een farm gebouwd. Jij hebt mijn crops kapot gemaakt. Dat heb je 100%. Dan ga je echt dood gewoon. Nu is het gewoon klaar. Gelukkig heb ik mijn hoon nog bij me. Oh, Farming Sticko Diamond heet het. Het is echt vreemd. Ik heb de hele timelapse, jongens... Heb ik met deze, hoe noem je dat? Deze taal moeten spelen. En het was echt het is echt vreselijk. Wheat heet hops. Het slaat helemaal nergens op. Hé, die mist een blokje. Hallo? Nou, het zal wel. Ik heb hier een leuke farm gebouwd met wat opslag erbovenop. Dan heb ik hier over het pad 1 heb ik ook nog opslag gebouwd. Worden dingen zoals noteblocks en wheat en crafting tables. Weet ik veel wat wordt hier opgeslagen. Een leuk kanon neergezet die, als het goed is, bijna precies in de mond richt van mijn schedel. Zo kunnen we altijd... Stel, er is iemand in mijn schedeleiland die daar niet hoort te zijn. Kunnen we precies van een vierde hendel overhalen. En dan schiet er net een kanonsbal recht in de mond van het schedel. Je weet maar nooit hoe het gaat in Piratenland. Goed, dan ga je hier onder de stelling door. Of onder de... weet ik van wat het is. Heb je hier een mooi boompje met een klein strandje met een bootje erbij. Dan kom je hier op de... pierhavenachtige fundering voor weet ik voor wat. Hier wil ik uiteindelijk een grote hijskraan maken. En ik wil hier waarschijnlijk ooit dit weghalen. En dan van die piertjes in het water maken. Maar waarom ik dat nog niet gedaan heb, jongens. Die pieren in het water. Die zeg maar, die, een beetje zoals dat allemaal. Is omdat ik hier uiteindelijk natuurlijk nog een boot wil hebben. Maar ik weet niet precies waar ik die boot wil hebben. Of je nou wat meer tegen de waterval aankomt. Of nou wat meer hier. Dus eerst komt die boot. En dan wil ik deze pier gaan uitbreiden en weet ik wat allemaal doen. Maar ik dacht, ik kan wel vast de funderingen ervan bouwen. En ik heb een beetje steen eronder gebouwd, alsof het zeg maar om een rots heen is gebouwd. Dat vond ik wel leuker dan dat het er gewoon zweeft, als het ware. Dan gaan wij hier verder omhoog. Dan kan je over de pier heen lopen en dan heb je twee keer een route. Dan kan je of links daarheen of rechts direct naar de schat van kapitein Bruinbaard. Zo, maar uiteindelijk maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Want dit was natuurlijk hieronder, kijk, kan ik wel laten zien... Hieronder zit dit groot... Oh, nee. Oh, die heb ik nodig nu. Oh, we gaan er wel in. Oh, ik hoop niet dat... Oh, dit was geen slechte... Oh, dit was een slechte keuze. Armor aan. Oh, oh, mijn god. Dit was een hele slechte keuze. Heb ik toortjes bij me? Nee. Ja, ik heb lenters bij me. We gaan het even verlichten. Anders blijf ik hier nog eeuwen monsters horen. Ik wou laten zien. Zoals je kan zien heb ik dit hier allemaal opgebouwd. Omdat het deze... De terrein was hier natuurlijk vet lelijk. Dus ik heb het helemaal opnieuw moeten terraformen. Maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik altijd wel leuk. En dit was ook een redelijk makkelijk taakje nog, dit. Zo. Ik heb dit niet eens gezien, maar dit sluit aan een schiereiland. Dit is namelijk onder een van de schiereilanden. Wow, dat had ik niet eens gezien dat aansluit tijdens het bouwen. Hoe heb ik dat gemist? Maar maakt niet uit, maakt niet uit. Zo bouwen we het weer dicht. Dan, dit sluit uiteindelijk allemaal daar aan. Dan ga ik de plekjes voor de huizen laten zien. Ik wil hier een huisje hebben. Dus hebben jullie nou een leuk idee? De stijl weet ik natuurlijk al. Het gaat een beetje in die stijl zijn. Maar wat voor huisje moet het zijn? Wat moet het nut zijn? Want ik wil geen huisjes bouwen... Die zeg maar niks doen. Ik heb daar namelijk een huis staan die letterlijk gewoon gebouwd is voor de sier. En ik wil het liefst gewoon huizen waar ik ook daadwerkelijk wat te doen heb. Dus hier wil ik een huis bouwen. Dan lopen we door. Wil ik hier een huis bouwen. Zoals je kan zien loopt het pad hier ook heel mooi omheen. Waardoor je een, ja, een huisje hier kan hebben. Dan loopt hier het pad naar kapitein Bruinbaard toe. Zoals ik al zei aan het begin van de video dat ik wilde hebben. Als je dan hier doorloopt kom je zo bij de brug uit. Maar je kan hier ook omhoog. Zoals dit. En als je dan het bochtje hier omgaat, heb ik hier ook een mooi plekje voor een huisje. Dus dan hebben we drie hele mooie plekjes voor huis. Niet hier beneden. Hier beneden wil ik denk ik wat boompjes en bosjes en rotsen plaatsen. Maar hier wil ik ook een huis, daar wil ik een huis en daar. Uiteindelijk aan de andere kant moeten ook allemaal huisjes komen. Maar laten we met drie beginnen voordat we de plannen veel te ver vooruit gooien. Dus ik vond het wel mooi om met drie huisjes te beginnen. Kunnen we daarna kunnen we ook bruggetjes gaan maken naar de andere schiereilanden, want die zijn ook nog leeg. Maar eerst wil ik in de reacties heel veel goede ideeën hebben voor huisjes, jongens. En ik weet zeker dat jullie die wel hebben. Kijk, kunnen we ook nog even kijken op de grote kaart van het continent van Content Veen. Je ziet dat Harlow ook online is. Dan wat wij ongeveer hier gecreëerd hebben is dit plekje voor een huisje, dit plekje voor een huisje en dit plekje voor een huisje. En dan kan je zien dat Piratenland inmiddels langzamerhand een beetje uitgebreid wordt naar de schiereilanden. En als je het zo ziet, het lijkt net op een grote voet dit. Ik bedoel, als je zo kijkt, dit zijn de tenen. En dan is dit een beetje de vorm van de voet. Dit is de hak, de heel als het ware. Het is net een grote voetafdruk, dit. Hier kunnen jullie dit nog even in 3D zien. Alleen dan zie je iets minder goed hoe en wat.
Maar dat maakt niet uit, jongens. Ik ben in ieder geval heel blij dat we dit even gedaan hebben. We hebben nu echt letterlijk Piratenland daadwerkelijk uitgebreid. Het waren altijd voor mijn gevoel twee losse stukken. Je had altijd de schat hier, je had kapitein Bruinbaard en dan de rest daar. Of eigenlijk andersom, mijn hele baas en de rest hier. Maar nu is het eindelijk één geheel. Daar ben ik wel heel blij mee. Maar goed, laten we even naar de winkelvallei gaan. Want in de vorige aflevering had ik mijn winkel geopend. Oké, okay, ik denk dat jullie allemaal wel een beetje misschien teleurgesteld zijn. Ik vrees het ook. Hey, hij is al open, jongens. Hij heeft iemand, ik heb geen schaar mee. Heeft iemand toevallig een schaar mee? Oh. Ja, Justin. Justin had een schaarwijzer. Kijk, wat? Veel plezier in de winkel. Ja, kom binnen. Dat is echt... Ja. Iedereen was teleurgesteld in mij, in mijn winkel. Ik was echt zelf heel trots op mijn winkelopening. Waarom is hier een Anvil? Die is van mij nu. Dat is mijn Anvil vanaf nu. Ik weet niet waarom hier een Anvil stond. Maar iedereen was teleurgesteld in de winkelopening. Terwijl ik er vet trots op was. Ik dacht echt, ja, ik heb gewoon mijn winkel weer helemaal bijgevuld. En ik bleef maar klachten krijgen over dat mijn winkel leeg was. Dus we gaan nu, wat is het, 4 dagen na deze winkelopening? Of 5 inmiddels. 4 of 5 dagen daarna. Gaan we even terug naar de winkelvallei. En gaan we kijken hoeveel er gekocht is. Als er bijna geen hout gekocht is, dan word ik echt boos op iedereen. Hebben ze geklaagd om een nieuw hout. En dan heb ik nieuw hout. En dan doen ze dit. Maar voordat ik dat ga doen, jongens, had ik beloofd dat ik vorige aflevering even hier bij de cashwinkel zou kijken. En dat heb ik toen niet gedaan. Dus Benno, ik heb geen lead bij me. Dat ben ik helemaal vergeten. Ik zet je hier neer. Niet weglopen, oké? Beloof me dat je hier blijft. Laten we even kijken in de cashwinkel. De cashwinkel van Contentveen. Toem, toem, toem. Zo, jongens, dit is een geweldige winkel. Het is namelijk inmiddels, wat is het? 21 november volgens mij. Het is bijna kerst, dus het is ook al tijd om een kerstboom ergens te gaan maken. Maar dat wil ik tegelijkertijd doen in de aflevering dat ik hier achter mij ook een kerstboom ga neerzetten. Ik wil hier ongeveer een kerstboom hebben. En in diezelfde aflevering wil ik even langs deze winkel gaan om allemaal kerstkaarsjes en kerstballen te kopen, zoals je hier kan zien. Ze verkopen ook ijs en sneeuw. Oh, het sneeuw is allemaal uitverkocht. Oeh, oh jee. Oh jee. Oké. Okay. En dan hierboven, als het goed is, worden hierboven kerstbanners verkocht. Even... Ja, kijk. Hier kan je leuke kerstbanners kopen. Ook leuk. Maar dat gaan we allemaal doen zodra wij gewoon een kerstboom gaan bouwen in mijn basis ergens. Dus we komen hier terug. Ik vind het een hele leuke winkel dit, maar we komen hier later terug. Benno is weggelopen. Oh nee, Benno staat hier. Lekker Benno. Oké, okay, dan loop... Oh nee, wat is dat nou? Oh nee, jongens. Nee, Floor had de winkel natuurlijk gesloopt vorige aflevering. Oh nee, en nu heeft... Wat is dit nou? Nee, dit is 100% Floor. Ik ken Floor de bouwstijl. Dit is Floor. Heeft ze nou een nieuwe houtwinkel gebouwd? Een nieuwe? Dat meen je. Dat meen je. Hoe kan dit nou? Floor, ik dacht dat wij een afspraak hadden. En ze heeft gewoon weer... Oh mijn god. Maar ze is nog steeds duurder. Floor is nog steeds een stuk duurder dan ik. Dus ik hoop dat mensen naar mij blijven toegaan. Omdat ik gewoon goedkoop mijn hout verkoop. Oh mijn god. En boven heeft ze nog meer voorraad. Wat heeft ze hier nog meer? Gadverdamme, ze verkoopt gewoon bijna alle soorten hout. Ze heeft wel echt een veel groter aanbod dan ik. Maar ze is duurder. Oké. Hier moeten we wat op verzinnen, jongens. Laten we even kijken of mensen wat bij mij gekocht hebben. Mijn houtwinkel ziet er natuurlijk echt gewoon als een piratenwinkel. Ik zou echt bij mijn houtwinkel shoppen. Hebben mensen dingen gekocht? Hebben ze leaves gekocht? Nee, geen leaves. Hebben ze andere dingen gekocht? Nee, geen dark oak. Hebben ze normaal ook gekocht? Nee. Hebben ze sproeshout gekocht? Ook niet. Dat meen je. Hebben ze... Oké, er is wel gravel gekocht. Ik heb 2 diamonds aan gravel verdiend. En dirt is niks. Filth heet het. Hoe heet gravel? Rubble. Waarom? Ik haat die piratentaal echt. Ik bedoel, jar, piratentaal. Yeah, leuk. Ik begrijp alles wat er staat. Meneer KB vraagt of ik aan het opnemen ben. En nu zegt hij, hoi kijkertjes van Walnut. Groetjes van KB. Maar waarom heeft niemand hout gekocht in mijn winkel? Letterlijk alleen... Gravel, dat is niet eens waar de hele winkel om draait. En ik had nog zo'n mooi billboard laten plaatsen. Oh, KB zegt dat hij wat komt aanschaffen. Oké, dan gaan we hier... Wacht, jongens. Goed voorbereiden. We gaan als een echte piraat gaan opwachten. Benno zetten we hier. Dan ga ik hier op klimmen, zo. En dan ga ik hier zitten op hem wachten. Komt-ie, zit. Zo. We gaan echt als een echte piraat gaan op hem wachten. KB zegt weer... Ben je nog aan het opnemen? Ja, hoi kijkers van Walnut. Jullie krijgen wederom de groetjes van meneer KB. Ja, dat zal je hem hebben. Dat is de verkeerde winkel. Ik wou net zeggen. Ahoy. Hij gaat dingen kopen. Heeft hij iets gekocht? Hij heeft niks gekocht. Gaat hij hier wat kopen? Oh, kijk nou. Kijk jongens, er wordt live wat gekocht. Geweldig. Dit is geweldig. Tevreden klant. Oh, dankjewel KB. Echt waar. Ik ga de diamonds gelijk innen. Dankjewel. Je bent echt... Hier, kijk, je krijgt zelfs een bonus. Wacht. Wacht. Je krijgt een bonus. Je krijgt 1 goldblok als trouwe klant. Kijk, hij doet hem zelfs op zijn hoofd.
Hij zegt, hij gaat het doorvertellen, jongens. Hij gaat doorvertellen dat trouwe klanten goudblokken krijgen. Oh jee. Nou, Benno, let's go. Ik ben al een tijdje niet meer in het Wilde Westen geweest. Ah, jongens, daar zijn we. In de Wild West. Kijk, het is wel een leuke entree als je hier op zijn minst binnenkomt. Je weet echt dat je gewoon in het Wilde Westen bent. Zeker omdat je links ook nog Billy de Cowboy hebt. Gaan we hier over de grote brug. Volgens mij heb ik deze brug wel eens laten zien in een video. En dan staat hier ook nog heel trots. Howdy. Alleen dat zeggen wij piraten niet. Wij zeggen, ohoi, howdy is voor vieze cowboys. En weet je wat het is, jongens? Meneer KB heeft hier nu natuurlijk een prachtige geldbank staan. En volgens mij bewaart hij hier ook al zijn spulletjes. En ik zou nou niet een piraat zijn als ik nou een keer niet iets ga plannen om deze bank te overvallen of zo, weet je? Maar daar moet ik nog heel even over nadenken hoe ik dat wil gaan doen. Want ja, hij heeft hier al zijn goede spulletjes liggen. Die hebben we hier achter waarschijnlijk. Kijk. Alleen personeel, hij heeft ook beveiligers zo te zien. Dus hier moeten we wel goed voor gaan oppassen. Maar ik denk dat ik een keer wel wat leuks wil gaan doen met deze bank. Wat is dit? Er staat een cadeau hier. Wat is dit? Voor meneer Cowboy. Wacht even, wacht even. Voor, zo, Cowboy van Knalnut. Hoppakee, dit is officieel van Knalnut. Ik weet niet wat het is, een cadeautje van wie. Maar het is officieel van mij nu, van mij aan hem. Ik weet echt niet van wie dit cadeautje is. Oh, wacht. Volgens mij is dit van Patto. Volgens mij heeft Patto dit cadeautje achtergelaten aan KB. Ja, nee. Die is nu voor mij. Dat is nu mijn cadeautje aan KB. Laten we snel weggaan hier voordat hij doorheeft dat ik dit heb gedaan. Snel terug naar huis, jongens. Oh, lekker. Dan kunnen we nu ook mijn nieuwe pad even testen. Dat vind ik wel leuk. Kijk, we kunnen hier nu naar links gaan. En dan hier naar beneden. En dan hier naar... Ja. Oh, dit vind ik leuk, jongens. Het is waarschijnlijk sneller om gewoon rechtsom te gaan als je direct naar de paardenstal wilt. Maar nu kan ik gewoon even met mijn paard onder de waterval langs en zo. Dat vind ik wel leuk. Vind ik wel gewoon even een leuke nieuwe route, dit. Oh, kijk nou, jongens. Kijk dit nou. Dit is toch geweldig. Kunnen we zelfs door het huis bonjouren hier. Hier weer omhoog. En dan komen we zo direct bij de paardenstal uit. Hartstikke leuk. Goed, jongens. Toen waren we ineens 24 uur verder in het leven. Waarom we 24 uur verder in het leven zijn? Of wat is het? Misschien een dag? Misschien iets minder dan 24 uur? Misschien iets meer? In ieder geval zijn het een dag later. En ik heb van heel veel mensen gehoord... Nou, van heel veel mensen, van best wel wat mensen, dat er nu wel heel veel gekocht is in mijn winkel. Ik had namelijk enorm bij iedereen geklaagd. En volgens mij had Shardies nu ook online. En volgens mij had meneer KB, die was nog een keer langs geweest. En die hadden dingen gekocht. Volgens mij Joris ook. Dus laten we heel even kijken. Daar is hij, onze prachtige houtwinkel. Ik vind het spannend. Ik vind het spannend. Net was het teleurstellend voor jullie. En Dark ook. Is niks gekocht. Dark ook. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oké, dit ziet er goed uit. Dit ziet er goed uit. Laten we even een beetje hersorteren. Oké, hier ben ik blij mee. Is er ook hout gekocht? Er is ook hout gekocht. Is er sproeshout? Er is sproeshout gekocht. Jongens, we zijn rijk. Oh mijn god, er is nog meer gekocht. Letterlijk, het contrast met gisteren en nu is echt hoog. Gisteren was er helemaal niks gekocht. Is hierboven nog wat gekocht? Gisteren was er... Oh, er zijn nog twee of drie van deze. En nog... Oh, geweldig. Geweldig. Kijk. Dit dan. En in mijn energies heb ik volgens mij nog meer. En in deze shulkerbox heb ik... Jongens, kijk nou even hoeveel diamonds we hebben. Oh my days. Wat hebben we veel diamonds ineens. Oh, maar ik ga er gewoon echt spontaan van shoppen. Ik ga even shoppen, jongens. Wacht even hoor. Ik ga spontaan even shoppen. We hebben zo belachelijk veel diamonds ineens. Ik weet gewoon niet wat ik er allemaal mee wil kopen. Eigenlijk moet ik er helemaal geen dingen van... Mensen zeiden in de reactie dat ik eindelijk even naar de paardenwinkel van KB moet en een supersnel paard moet kopen. Hij verkoopt namelijk tegenwoordig van die mega snelle paarden. Alleen het ding is, meneer KB ging voor mij een betere Benny of een beste Benny regelen. Dus ik moet heel even geduld hebben en gewoon daarop wachten. Want volgens mij is dit niet een betere... Wacht, laten we even de coin gaan. Volgens mij is dit Darth Vader gewoon. Ja, dit is Darth Vader. Maar meneer KB zei dat hij een beter paard voor mij ging regelen. Dus ik moet nog heel even wachten... Met een nieuw paard kopen. Maar dat komt dus wel goed. Goed, laten we even wat inkopen doen die ik dan heel lang niet meer hoef te doen. Zoals even wat eten. En ik weet dat eten heel duur is, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 diamonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acht, 9, 10, 11. Nee, we gaan geen fooi geven. Stik er maar in. Het is wel duur. Oké, en dan hou ik ze heel even op zak. Want dan ben ik even benieuwd wat ik aan het einde van deze winkelsessie gekocht heb allemaal. Gaan ook even naar de shulkerbox winkel. Ik wil namelijk even wat nieuwe shulkerboxen kopen, dat ik er nog meer heb. Eén shulkerbox is 2 diamonds. Dat is duur. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Zo. Drop ik even wat overbodige dingen drop ik hier weg. Zo.
die ik niet meer wil. Dit is wat ik allemaal geshopt heb hier. Oké, dan gaan we nog even door. Dan wil ik denk ik ook naar de wijze L. Want ik moet ook een nieuwe ex hebben, jongens. Ik moet mijn ex moet ik ook weer compleet kunnen enchanten. Dus het is even tijd om langs de ex te gaan. Of de extra wijze L. De wolwinkel ga ik nog niet heen. Want ik heb nog niet echt een specifieke wolkleur nodig. Silk Touch. Mending. Efficiëntie is er nog eentje van. Fortune op. Nee, Silk Touch misschien. Oh, die had ik al. Wat heb ik nou nog meer nodig? Unbreaking. Waar staat die? Oh, hier. Unbreaking 3. Hoppakee. Zo. Die wil ik op mijn ex hebben. Denk dat meer... Ja, en Sharpness trouwens. Sharpness wil ik ook hebben. Sharpness 5. Waar bies toe? Hallo? Beneden? Oh, hier. Sharpness 5. Oké, zo. Dat zijn 5 boekjes in totaal. 2 boekjes is 5 diamonds. Oh, als ik er nog eentje heb, hoef ik maar 10 diamonds. Oh, nee, wacht. Nee, dat klopt niet. Ik kan niet tellen. Dan hoef ik er maar 15. Sorry. Dan hoef ik er maar 15 te betalen. Dus ik er nog eentje koop. Maar wat wil ik dan nog heel graag hebben? Hebben ze Swift Sneak? Waardoor je sneller kan shiften. Als ze dat hebben, kan ik die gewoon op mijn broek zetten. Sweeping Edge? Nee. Nee, die hebben ze niet. Kan een looting op een X? Kan looting 3 op een X? Nee. Looting 3, ik heb het even opgezocht, kan niet op een X. Dat vind ik heel jammer. Dat kan echt alleen op een zwaard. Maar ik ben nooit zo fan van een zwaard. Nou, weet je, dan kopen we alleen maar dit. 1, 2, 3, 4, 5. Voor deze 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voor deze 2. En dan doen we maar gewoon... Ja, 1, 2, 3 voor deze. Prima, boeien. Doen we maar 3 voor deze. Zo. Nou, dan moet ik zeggen, jongens. Dan hebben we best wel een goede shopsessie gehad. Maar hij is nog niet klaar. Hij is nog niet klaar. Wat is dit? De stallen zijn volgens mij af. Hou die. Plaats hier uw paard. Oh, meneer KB heeft paardenstallen gemaakt. Ja, daar ben ik heel blij mee. Er zijn eindelijk paardenstallen voor in de winkelvallei. Dat was een taak voor meneer KB op het takenbord. Hij heeft inderdaad een vinkje bijgezet. Stallen in de winkelvallei. Nou, dat vind ik helemaal geweldig. Goed, dan gaan we nog heel even verder shoppen. We hebben namelijk nog genoeg diamonds, jongens. We hebben er echt best wel veel. Heb ik prismarine blocks? Nou, nog niet, hè. Nee, prismarine kom ik later wel voor terug. En die heb ik volgens mij ook nog. Even bij de boomboomwinkel kijken hier. Nee, daar heb ik niks nodig. TNT heb ik nog niet nodig. Dus dat kunnen we ook laten liggen. Ik wil wel nog even naar de kerstwinkel. Daar wil ik wel vast dingetjes kopen. Ik zei dat ik het eigenlijk pas wilde kopen zodra ik mijn kerstboom wilde neerzetten. Maar het ding is, toen had ik geen diamonds. Nu heb ik wel diamonds. Kaarsen heb ik genoeg. Oh, maar niet gekleurde. Laten we... Wat is dit? 16 voor 1 diamond. Jemig. Zo, zo. Oké. 1, 1. Dan kerstballen. 1 voor 2 diamonds. Oh, 1 diamond voor 2. Ik schrok al. Jemig. Oeh, gouden. Die wil ik wel. 1, 2. Dat is 1, zo. Dat is 1 diamond bedoel ik. Zo. Laten we gewoon even kijken. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat betekent dat ik hier 9 diamonds in moet hebben in totaal. Zo. Doe even alles in de shockbox, want nu heb ik wel heel veel. Deze wil ik ook 2 van. Hier wil ik er ook 2. Nee, die had ik nog niet. Deze 2 van. Deze 2 van. En deze 2. Oh, en deze zijn ook heel mooi. 1, 2, 3, 4. Hoppakee, jongens. Volgens mij hebben we nu precies gedaan... Oh, 5 moesten er zijn. Sorry. Zo. Nou, de kerstinkopen zijn behoorlijk goed gelukt. In het algemeen mijn winkel inkoop. Zo zie je deze hele chocobox. Plus deze dingen hier nog. Boven Oh, boven zijn nog banners. Oh, ik ben echt allemaal geld gelijk weer aan het uitgeven. Het slaat helemaal neer. Waarom doe ik dit? Alle banners 1 diamond per stuk. Ik vind het koekje... Ja, even kijken hoor. Heel veel leuke banners zijn al gekocht. Mensen die kopen alle banners al natuurlijk. Ik vind deze wel leuk. Deze. Maar ik denk dat ik heel even wacht tot vol. Maar ik vind ze allemaal. Deze ook wel. Deze vind ik sowieso wel leuk. Deze 2. Hoe duur zijn ze? 1 diamond per stuk. Oké. Dan wacht ik wel heel even op de volgende voorraad banners. Want is... Oh, deze kan ik ook kopen, of niet? Ik wou zeggen, deze hangen er ook gewoon. Deze is leuk. En deze. Die kan ik neem ik aan ook gewoon kopen. Ze hangen er niet voor niks. Zo. Bonk, bonk. Hoppakee. Nou, dan hebben we een leuke inkopen gedaan. Nu zijn we echt klaar. Nu gaan we terug. Nu gaan we gelijk terug, jongens. Wol kom ik nog later voor terug. Ik heb niks nodig uit... Jawel, de ijzerwinkel. Ik moet nog heel even langs de ijzerwinkel. Zitten jullie mijn filmpjes te kijken, zodat jullie het boodschappen met jullie moeder doen kunnen ontwijken? Gaan we alsnog boodschappen doen met z'n allen? Het slaat helemaal nergens op. Ik moet wel zeggen, ik ben echt gewoon... gelijk, ik geef iedereen alle diamonds soort van weer terug, weet je? Ik hou de economie stevig. Iron blocks, hoe duur waren die ook alweer? 8 diamonds voor een stack. Bonk, bonk. Dan heb ik even genoeg ijzer voor de aankomende tijd. Zo. Lanterns heb ik ook nodig. Hoe duur zijn ze? 1 stack, 1 diamond. 1, 2, 3, 4. Heb ik ook weer heel even genoeg. Die gebruik ik namelijk belachelijk vaak altijd. Wat hebben we hierboven? Voor leuk. Eten koop ik bij mijn supermarkt. Leer. Ja.
een stekje leer kan geen kwaad. Dat kan ik namelijk voor itemframes goed gebruiken. Mut heb ik nog. Oh, je krijgt je diamond. Die moest ik later nog betalen bij meneer KB. Ik had hier een kanonskogel toen ingedaan. Nou, die heb ik nu uiteindelijk weer betaald zo. Nou, oké. Dan zijn nu officieel de inkopen klaar. Nu gaan we echt terug. Nu gaan we echt terug naar huis. Oeh, lent. Nee, wacht trouwens. Alleen nog chains. Zo, die ook nog eventjes zo. Nou, trouwens doen we wat meer. Chains gebruik ik ook veel. Snel terug naar huis gaan, jongens. Ik ben nog heel even snel in de... Ik zei elke keer als ik naar huis ga, dan doe ik wat anders. Ik ben nog even in de bijenwinkel aan het kijken of er winst is. En volgens mij hebben we hier nog kaarsenwinst. En die ga ik gewoon claimen. Die zijn van mij nu. Ik bedoel, dit is de winkel van Floor en mij samen. En 9 van 10 keer is Floor de eerste die alles claimt. Maar dat komt ook omdat zij de strings aanlevert. Maar nu was ik volgens mij net op tijd om gewoon de diamonds te claimen voor mezelf. Eindelijk ook een keertje winst uit deze winkel hier. Nu gaan we echt naar huis. Nu beloof ik het. We kunnen ook nog even langs het kabouter zien. Nee. Niet meer langs het kabouter-casino. We gaan naar huis. Het is tijd om naar huis te gaan. We gaan niet meer langs het kabouter-casino. Oké, we gaan 1 keer langs het kabouter-casino. Diamond, klik. Hij doet het niet eens. Hij doet het niet. Hij doet... Ik ben opgelicht! Ik had gewoon naar huis moeten gaan. Zo, laten we heel even een kist neerzetten. En dan ben ik benieuwd wat ik nou daadwerkelijk allemaal nu gekocht heb. Want het is nu wel echt heel veel, volgens mij. Oké, zet het even hier neer. Wat heb ik allemaal gekocht? Eerst al het ijzer. Leer. Alle kerstballen die ik heb gekocht. De kerstbanners die ik heb gekocht. De boekjes die ik heb gekocht. Oh, hier is nog een kerstbal. Kerstkaarsen. Het eten dat ik heb gekocht. En de chocolade. Ik heb zo belachelijk veel spullen gekocht zojuist in de winkelvallei. Oh mijn god. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik vond het wel een goede keuze dit. Als ik het zo zie. Ik kan er voorlopig weer even tegenaan, weet je. Deze chocobox wordt er trouwens ook gewoon nog bij hier. Kijk dit nou. Kijk dit nou. Het slaat toch helemaal. Waarom heb ik zoveel spullen gekocht? We gaan heel even de energiest erbij pakken hoor. Slaap lekker rond. Ik hoop dat je lekker aan het slapen bent. Goed jongens, ik ga al deze spulletjes even netjes opruimen. En waarschijnlijk mijn shulkerbox een keertje kleur geven. Gelijk mijn ender chest even een keertje opruimen. Want daar zit ook nog zoveel spulletjes in die gewoon een leuk plekje kunnen krijgen. Maar dat is voor jullie allemaal niet zo extreem interessant. Voor nu ga ik namelijk deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Er is in principe best wel veel progressie geweest. Want we hebben dat hele stuk aan de overkant gedaan bij de waterval. Een farm gebouwd, een platform gebouwd waar we een leuk pier kunnen maken en heel veel plekjes voor huizen gereserveerd. En we hebben ons helemaal los geshopt in de winkelvallei. Vond je het nou zo'n leuk video? Klik dan zeker even op die abonneerknop en klik ook op die like knop. En vond je het nou echt zo leuk? Kan je ook gewoon lekker deze video kijken. Dan kan je lekker door blijven kijken. Hoef je niet naar een ander YouTube kanaal. Hoef je niet te stoppen met YouTube kijken. Gewoon lekker deze video nu kijken. Klik er op z'n minst even op. En dan nu spreek je later van Waterveld 4 Flesje Bier. Tot de volgende keer.